work a day in my life. We gaan nu kijken naar de clip Prins Rashid. Dit is een verhaal over een Marokkaan met een mooie gouden ketting, maar zonder een baan. Elke maand gaat hij netjes langs de WW. Toch rijdt die motherfucker rond in een BMW. Rashid. 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 Prins Rashid. Salam alaikum. Rashid. En dat Prins Rashid. Ooit kwam ik hem tegen aan het einde van de week. Stond geleund tegen een paal van zo'n discotheek. Met zijn Alibaba grijns en zijn sigaret. En hij was duidelijk op zoek naar een briezenslet. Rashid. Na een uur had hij contact met zijn blanke meid. Die wel zin had in een vlucht op een vliegend tapijt. Ze was zo lam als een deur, leverde rosé. En natuurlijk Rashid's buisje GHB. Rashid. Rashid, Rashid, Prins Rashid, Rashid. Ja, wat vrouwen betreft was onze prins een pro. De dag erop gaf hij de dame dus een kettingcadeau. De week daarna nieuwe kleding, wat geld. En toen moest onze blanke superslet wat dingen voor hem doen. Voor Rashid. Rashid. Onze Lisette, want dat was haar naam, zat dus binnen een maand voor de prins achter het raam. Er was werk zat, maar verdienen deed ze niet. Want al het geld ging rechtstreeks naar onze Rashid. Lisette. Lisette. Wat is slecht, Lisette? Lisette. Lisette. Biatch. Na een maand had Lisette het gehad met haar baan. Ze wilde nu alweer eens werk waarbij ze kon staan. Maar dat bleek één vergissing tot haar verdriet. Zo simpel kom je niet af van onze prins Rashid, Lisette. Zo dreigde hij de mama van de superslet te bellen. En dan alles over de hobby van Lisette vertellen. En mocht ze oma Gent met een bezoekje verblijden, dan zou die SKW-stijl de keel lopen snijden van Lisette. Lisette. Slet Lisette. Als buitenstaande denk je wat een klote zooi. Is een arme meid die ten prooi valt aan een loveboy. Maar is het echt de schuld van zijn uitkeringstrekker? Geloof me, zo'n meid is pas gelukkig als ze pijn heeft. Dus tuf op de slader, trappen de hele kamer door. Dat verdienen ze allemaal. Net zoals Lisette. Lisette. Uberslet. En dat is ze. Lisette. Een beetje de schuld afschuiven. De slet. Nou, aan het werk, joh. In bed. Nou, kom op, ik heb 5 minuten. Ken het. Juist, meisje. Nou, tot zover volgens mij weer een hele leuke aflevering van Clip en Klaar. Ik wil Slet Lisette bedanken. Eigenlijk heet je Ingrid, hè, dat weten we inmiddels. Leuk dat je mee wilde werken. Je hebt het echt fantastisch gedaan. De jongens van 538 van Midden in de Nacht, ik ook hartstikke bedankt. Ik vond het geweldig om deze aflevering te mogen maken. Heb jij vragen, heb je opmerkingen? Kortom, wil je iets kwijt aan dit programma? Laat dat weten via de website www.eriktv.nl. En wat mij betreft gewoon weer tot volgende week. Want dan zal er zeker weer een clip zijn die dan klaar zal komen. Tot volgende week. Doeg! Ja, ik hoorde het al. Dit is een verhaal over een Marokkaan met een mooie gouden ketting, maar zonder een baan. Elke maand gaat hij netjes langs de WW. Toch rijdt die motherfucker rond in een BMW. Rashid. 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 Prins Rashid. Salam alaikum. Rashid. En dat Prins Rashid. Ooit kwam ik hem tegen aan het einde van de week. Stond geleund tegen een paal van zo'n discotheek. Met zijn Alibaba grijns en zijn sigaret. En hij was Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door EJ Music TV.